Poolse alpinisten die dit jaar zowel in de Alpen als in het Himalaya-gebergte met succes een aantal moeilijke toppen beklommen, hebben hun aandacht nu gericht op het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte. In Peru hebben zij vergezeld van een cameraman zelfs 9 pieken bedwongen die nog niet eerder door mensen waren beklommen. Daardoor zullen nu enkele Andestoppen in de 6000 meter categorie voortaan Poolse namen dragen, zoals de Silesië-top en de Copernica-top. De onvermoeibare Polen, wier expedities van staatswegen gefinancierd worden, willen nu naar Australië reizen voor de beklimming van toppen in de Australische Alpen.